Ja, dames en heren, ik heb eens even gekeken in uw, op uw calamiteitenkalender. U woont hier in de buurt van een kerncentrale, dat bent u zich misschien niet dagelijks bewust. Maar ik heb eens even voor u gekeken en daarom kom ik hier vanavond ook eigenlijk naartoe. Om eens even met u te delen wat er gaat gebeuren in geval van een nucleair ongeval. Ik ben even voor u naar de website gegaan. Dat begint als volgt. Een ongeval in een kerncentrale kan ernstige gevolgen hebben voor de bevolking. Zo opent dat. Ter geruststelling. Dan staat er in geval van een alarmsituatie. Onderneem de volgende stappen. 1. Als u met de wagen rijdt, zet de ventilatie af. En dat vind ik wel goed dat het zo begint, want daar zou je nou echt niet meteen als eerste aan denken. Je hoort een ongelofelijke klap en dat je dan denkt, ik ben in de wagen, ventilatie af. En dan tweede advies is, rij van de kerninstallatie weg. Goed, nou ja, nee, maar dat is, want wij Hollanders zouden meteen zeggen, wat zou daar aan de hand zijn, begrijp je? Dat is goed dat u dan denkt, rij van de kerninstallatie weg. Belangrijke gebouwen in de omgeving van een kerninstallatie hebben een eigen voorraad jodiumtabletten. Dat staat daar zo plomp verloren als derde. Ik weet nog van niets. Ik weet van niets. Ik weet niet, ik rijd nu alweer 2-3 weken in uw land rond. Ik heb nog op geen enkel gebouw gezien, belangrijk gebouw. Ik heb het niet gezien. Wat zijn belangrijke gebouwen bovendien? Waarom heb ik jodiumtabletten nodig? Het staat er niet. Nou ja, goed. Ik denk dat belangrijke gebouwen zijn waar een voldoende voorraad jodiumtabletten aanwezig is. Dus men zou kunnen volstaan op de gevel te zetten, voldoende jodiumtabletten aanwezig, dan hoeven ze er niet op te zetten dat het een belangrijk gebouw is. Waarschijnlijk zijn de gebouwen in de buurt van een kerninstallatie met eigen voorraad jodiumtabletten belangrijk. Mocht er geen belangrijk gebouw in de buurt zijn, dan zijn er in een straal van 20 kilometer om de kerninstallatie apothekers in het bezit van voldoende jodiumtabletten. Dat is nou heel vervelend, want ik heb even nagekeken. Sint-Niklaas ligt precies op 23 kilometer van doel. Dus wat moet u doen om zo'n apotheek te bereiken? In de richting van de kerninstallatie. Dat is verboden. Dat mag niet. Dat mag niet. Volgende is dan, zoek uw jodiumtabletten als u er in huis heeft. Kijk, wij hebben natuurlijk in het verleden wel eens grappen over uw land en over uw geestelijke gesteldheid gemaakt. Maar nou staat hier, zoek jodiumtabletten als u er in huis heeft. Mensen, mag ik dan een advies tegenoverstellen? Als je ze niet in huis hebt, ga niet zoeken. Dat heeft geen enkele zin. Ik probeer een belangrijk gebouw te bereiken, maar ga niet in een huis waar geen jodiumtabletten is. Wat ben jij aan het doen? Ja, ik zoek de jodiumtabletten. Nee, die hebben we niet. Nou, begrijp je waarom ik ze dan zoek? Ik moet daar achteraan. Dat is niet verstandig. Zijn de kinderen op school? Haal ze dan niet af. Ja, scholen in de omgeving van een kermisattractie. Van een kerninstallatie, sorry. Dat is de autocorrectie van mijn apparaat. Die heeft van kerninstallatie kermisattractie gemaakt. Scholen in de omgeving van een kerninstallatie beschikken over een eigen voorraad jodiumtabletten. Zet radio en tv aan en stem af op de nieuwsuitzendingen. Volg de aanbevelingen van de overheid op. Dat zou werkelijk, dames en heren, voor het eerst zijn dat u de aanbevelingen van de overheid opvolgt. De kans erop is dan ook zeer gering. Volg de aanbevelingen van de overheid op, bijvoorbeeld voor het innemen of de bedeling van jodiumtabletten. Alleen bij een kernongeval heeft het zin jodiumtabletten in te nemen. Dus wielrenners, opgelet. Je kunt geen koersen winnen met jodiumtabletten. Jodiumtabletten zijn geneesmiddelen. Neem de tabletten nooit op eigen initiatief. Maar wacht tot de overheid dat aanbeveelt. Nou ja, je weet wat er gebeurt. Hè? Je zit te creperen thuis en die overheid die zit heerlijk. Nou, laat ze nog maar even creperen.
En dan gaan we het zeggen. Hoe neem je de jodiumtabletten in? Slik de tabletten niet zomaar in. Nee mensen, je denkt ik heb ze eindelijk gevonden. Doe dat niet. Doe dat niet. Wacht op aanbevelingen van de overheid. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Slik ze niet zomaar in. Los ze op in een groot glas lauw water. Wilt u de wat onaangename smaak wegwerken, gebruik dan melk of fruitsap. Ja, ook hier, ik wist niet wat ik las, hoor. Want die kerncentrale in Doelder. Iemand zegt, hier, jodiumtablet. De overheid beveelt het aan. Slik. Ja, maar ik vind hem niet zo lekker. De tabletten lossen niet gemakkelijk op. Ook dat nog. Boing, weet je wel. Ploep in een glas lauw water. Los nou op, los. Eerst zoeken waar zijn ze en dan plommelen. En dan lossen ze niet op. En die overheid staat maar, neem ze nou in. Nee, ja, maar ze lossen niet op. Breek ze daarom in stukjes. En roer ze in een glas. Voor het toedienen van jodium aan een baby, los de aangewezen hoeveelheid op in een zuigfles. Goed schudden voor het gebruik. Geeft u borstvoeding? Wacht dan op aanbevelingen van de overheid. Of ga naar de Facebookpagina van de koning.